dames en heren. Oké, ik zal het even niet zo epic maken als de vorige keer. We kregen aanvragen van Warner Bros. En Sony om een film te maken over Among Us met Rudy in de hoofdrol. En dat vonden we toch iets te heftig. Vandaag is Rudy een scientist, dus laten we eens gaan kijken wat hij er dit keer van pakt. Veel plezier. Oké, als we nu imposter zijn. Dat is kloten. We zijn niks. We zijn crewmate. Oh, ik ben iets. Ik ben iets. Hallo? Fuck ja. Hier, keys. Dan ga ik vooral kijken wie het nieuw is. Ik ga nu even mijn detective brein heractiveren. Oké, ik heb echt niet bijgehouden wie weg is gelopen, als ik eerlijk ben. Oh, ik ga hier niet. Oh! Oh, bruin? Potato bag. Niet zo hard. God. Is neer. Volgens mij zag ik Tiaro daar weglopen. Oh, waar? Tyrone? Waar? Maar ik weet niet zeker, ik zag twee man. Ik zag een reportknop bij... Tyrone? Ik liep van dropship naar lab toe. Ik kwam met... Kut, dat was misschien shapeshift. Maar waar was het? Je fuel haalt. Storage, man. Oké, de lights waren uit, zeg maar. Maar ik sta nu links van storage, bij de ingang. En daar kreeg ik de reportknop. Storage was echt iedereen, hè? Kut. Maar het was zeg maar, er liep echt vijf van storage in. Toen ging de deur dicht, toen ging het licht uit. Dacht ik van, ja, er gaat sowieso een kill komen hier. Ja. Toen deed ik de deur open, liep ik storage in en toen werd er gereport. Ik heb de body niet gezien. Oh nee, ja, Niels en ik gingen als laatste van dropship. De body was volgens mij buiten storage. Klinkt alsof een van de zweter met een glas onder zijn oksels weer loopt te janken hier zo. Nee. Het is gewoon Rudy. Ja, ik was Rudy. Ik ben scam. Don't play Among Us, too many sweats. Nou, kijk, ik dacht dus dat ik zag twee personen lopen. En wat was dat zweetschutgeluidje ook? Was dat in de shake? Lekker. Niemand heeft een glas zweet op. We skippen toch? Oh, heerlijk. Ja. Maar ik skip hoor. Fuck jullie eruit. Skippen. Heel goed is in het skippen. Skip allemaal, jongens. Skip op 9. Ik dacht dat ik het gezichtje zag van Tiara. Oh, motherfuckers. Oh. Wie? Kom op, boys. Nee, niemand. Ik ben innocent. Ik ben innocent. Ik ben hier gewoon crewmate werk aan het doen. Jongen. Hier, ik ga even kijken wie die common task doet hier al. Puk, nat vlees, Rens, Baskimi en ik. Skepti vote op mij en Denzel vote op mij volgens mij. Puk, Sebastikimi, nat vlees, ik. Common task, hoeft niet. Er staat hier iemand op camps, maar die is dus niet dat aan het doen. Dat is Skep. Nee, of was dat Dennis? Het was toch wel Skep, het was Skep. Hij kwam weer terug voor wraak. Of was het een shapeshift? Vlad Nees, loop naar links. Ik ben geen eens Guardian Angel. Oh nee. Wacht, dan gaan we het wel even uitdokteren. Ik ga niet hanten. Dat was daar sowieso een vent kill. Dus dat is dan Skeptric geweest. Zag ik dan Skep en Tiaro lopen? Maar dan nog. Ja, hier. Rudy. Het is Rudy. Laat heel eerlijk zijn, als hij nou niet dood ging, was hij eruit gestemd. Dus what the prima. Fuck? Kijk, waar denken we dat hij ligt, hè? Op de grond. Je hebt hem gevonden, toch? Juist. Ja, klopt. Ja, waar ligt hij dan? Is het dan Skep en Dennis? Skep en Tiara? Bro, je hebt een hele map. Office. Ik was hem aan het tracken. Hij ligt bij Security Electrical. Ja, klopt. Hij is het. Wacht, wie zei dat? Ik was hem aan het tracken. Oh. Hij ligt inderdaad bij security. Ja, Tyrone is het. Tyrone. Hij is het. Fuck Tyrone. En maar in ieder geval, dat is het. Security, ik heb echt niemand gezien. Oké. Ja, die deur ging voor mijn neus dicht. Ik weet wel dat toen ik Joost kruiste in admin, toen ben ik daar naar vitals gaan checken en toen was hij al dood. En dat was denk ik 10 seconden geleden of zo, 20? Ja, ik was even een beetje admin aan het in de gaten houden. Oh, dan heeft Okka mij gewoon niet gezien, dat omdat ik gewoon niet met de deur bezig was. Maakt Rudy geen content, waarom wordt hij geshankt? Is het niet voor hem? En terecht. Volgens mij is Rudy de enige. We zijn niet Mr. Beast, we gaan niet videoscripten, kom nou. Nee. Nee, zeker niet. Ik gewoon betaald, hoor. Bro. Oh, what? Your guy for getting paid? Yup. Jeez. Ik heb gewoon schiet zo'n Dennis, vis, Dennis, NDA. Oké. Ja, ik heb geen idee. Ik ben er niet geweest. Okay, ik vond wel dat lights heel lang duurde, maar goed. Hear me out!
Ik heb geen idee, ik ga foto skippen. Oh my god. Enough for me. Skip die eruit. Oh, we hebben niemand die na kan denken. Jullie voeden mijn brain rot. Fuck, hou eens op, gast. Maar dit is toch gewoon... Ik krijg hier zo'n scherpe kaaklijn van, zoveel aura, ik ga gewoon groenten snijden. Hoe word ik gevoot? Dit is toch gewoon Dennis en Skep dan, of niet? Ik... Oh. Ik voel me eenzaam. Oké, waar is Dennis? Waar is Dennis? Ja, maar misschien zag ik dan Dennis wel in plaats van Tiara, want die hebben hetzelfde gezicht. Want ik zag dan met een flash en ik ben niet meer zo scherp. Of vroeger in mijn prime, weet je wel. Mijn Amogus prime. Gaat Joost nou niet gewoon dood? Ja, Dennis is 100% imposter. Ja, doe nou niet, Joost, jongen! Doe nou niet, gek! Zijn de 30 seconden al voorbij? Wacht, dan ben ik Dennis kwijt. Kut. Dennis! Dennis! Wat doet Hand? Dan hang je vast aan mensen. Maar dan kun je ook zien dat ze crewmates zijn of imposter. Dat is niet zo leuk. Oh! Hoi! Zo, dat geluid is luid. Dat is wel echt grappig. Dit is dan dus de... Oh, dat is Cappy. Wat? Okke was de andere... Nee, dat is Shapeshift. Kom, appel daar nou uit. Wacht, hold up. Dan heb ik verward. Huh, holy shit. Nee, dat is wel Okke. Oh, ik schrok me dood. Ja, ik ook. What the fuck? Wat is de vlees? Oké. Als je die rol hebt en... je gaat dood, dan weet iedereen het. Ik hoor. Oh. Ik vind iets dus. ze moeten nu wel. Oké. Appel en ik liepen bij lab. Wij liepen daar beneden. En toen vond ik dat lijk. En toevallig was ik flat neers aan het tracken. En die was bij Specimen Room. En hij is gevonden in lab. Dus hij was wel dichtbij. Ik ben bij Spicy Man. Ik dacht toen we net begonnen waren, ik spring gelijk naar Spicy Man om daar mijn tas te doen als het nog zo'n kill cooldown is of zo. Mm-hmm. Toen ben ik daarna gewoon weer eruit gelopen, maar niet via lab, via admin. Dus, hey, want lab is altijd gevaarlijk. Meer weet ik niet. Ja, ik kan ook niet meer zeggen dan dat. En toen werd ik opeens een toeter en ik werd helemaal mad van die toeter. Je kan mijn stream terugkijken dat ik helemaal mad word. Dus, hey, kunnen we weer doorgaan? Dus... Oh nee, wacht, zijn er 6 zijn. Moet iemand stemmen? Ja, maar je was dus zijn 2 mensen dood en Tyrone was daar samen met Appel. Ik ga op mijn gevoel. Ik denk dat het een easy vote op een van die twee is dan, toch? Ik ga op Tyrone. Oh nee. Nee, maar hij zegt dat die tracker is. Nee, dat hij net als ik heel... Wow! Oh, wow! Hij zegt dat die tracker is. Ja, dat zou vast handig zijn. Nou, ik geloof Vlad Nees, omdat hij net zoals mij heel erg reageerde op dat ding wat ineens in het scherm kwam. Ik werd gek, man. Ik werd helemaal gek. Crazy. Misschien Vladimir, hè? What the fuck? Maar Tiara zei letterlijk dat hij tracker was. En de 2 keer. En gewoon de locatie klopte. Dus hij moet dan wel gelijk hebben. Dus dan moet hij wel tracker zijn. What the fuck? What the fuck, Joost? Wat is jouw probleem, Joost? Joost! Oké, er waren wel een aantal dubbelfoto's. Dat is nu op zich wel handig. Ik vraag me af of die imposter roles niet te OP zijn of zo. Let's go, man! Let's go! Met Wreck hier, fucking Wreck. Kom op! Easy. Hey, ik heb zo'n klas zweet in mijn oksel zitten. Ja, verdient. Let's go, Skeptrick!